What's up guys, welcome back to my channel. Hoe gaat het met jullie? Vandaag is weer een hele nieuwe dag voor een hele nieuwe vlog. Ik ga nu jullie key halen. En ja, ik weet dat jullie willen dat ik elke dag vlog. Maar soms is het echt moeilijk, omdat ik soms geen ideetjes heb. Dus als je één dag geen video van me ziet, neem me niet kwalijk. Maar ik doe wel heel hard mijn best. Yes? For today's motivational speech heb ik... Soms is het beter om te zwijgen. Niet omdat je zwijgt, dus stil blijft, wil dat zeggen dat je zwak bent. Soms is het beter om drama te voorkomen. Het is niet nodig om in drama te gaan. Blijf gewoon stil, want tegenwoordig is iedereen verhit. Tegenwoordig is iedereen gefrustreerd. Het is niet nodig om dan ook jezelf te forceren om tegen te praten. Weet je, al is de persoon fout, al is de persoon goed. Just take it chill. Het is niet nodig om in drama te gaan. Zwijgen hoeft geen zwakheid, hoeft geen zwakte te betekenen. Soms is het beter te zwijgen. Zwijgen is goud. Yes? Ga niet in onnodige drama. Probeer jezelf te distancieren. Ver te houden van drama. Focus je op jouw eigen gezondheid, jouw leven, jouw tevredenheid. En ja, dan ga je zelf zien dat het leven veel makkelijker is. Want tegenwoordig is het niet nodig om in drama te gaan. Avoid alle drama. Ik weet, drama is een leuke, spannend, maar het is het niet waard. Het is je tijd niet waard. Yes? In de auto met Dave en Kerosa. Hi, Sheer. En Julie K komt ook in de auto. Dag, Jo. Je bent ongebaat, no? Nee, ik ben gebaat. Je bent pas wakker. Ik ben gebaat. Guys, we zijn thuis. We zijn naar de winkel geweest. Ik heb een paar eieren gekocht. Nuggets, sausage en brood. Dat gaan we klaarmaken. We gaan brunchen. Thuis brunchen. Want straks hebben we werk. We moeten even naar de mall straks. Ga je ook meenemen. Dus ja. Yeah. Oké. We hebben hier nuggets. Zo guys, we zitten hier. We hebben alles klaargemaakt en hier gezet. We gaan gezamenlijk eten. Chilike is ook hier. Die kan er ook zijn daar. Lekker eten. We hebben ei gebakken, sausages klaargemaakt, nuggets en nuggets met brood en boter. Hey guys, we gaan nu richting de mall om wat opnames te maken voor de Vinci Group. Guys, we zijn in de mall en ze hebben verschillende acties. Da Vinci Enterprises winkels heeft verschillende acties, ik ga jullie wijzen. Okay, we zijn net klaar met filmen, ben een beetje moe. We gaan nu even kijken of er is gestart voor me. Dan ga ik eentje kopen voor de Rosa. Guys, het is de volgende dag. Ik zou gisteren doorvloggen, maar ik ben in slaap gevallen. Ik was heel erg moe, dus ik ga vandaag door. Ik ben met mijn moeder en mijn vader op straat. We gaan even eten brengen voor mijn tante. We zijn nu bij Sifo Socialist. En ja, ik kijk wel wat we gaan doen vandaag. Hier verkopen ze die lekkere kibbeling. Dat. Hier even bij de Hermitage Mall. Mijn moeder moest de pinpas halen, want het was ingeslikt. En ik wilde eigenlijk uitstappen, maar ik moest 3 rondjes maken, want ik kon geen parkeerplaats vinden. Het is echt super, super druk. Dus ja, mijn ouders zijn al klaar. Ze komen nu. Moeder gaat ananas kopen.
bel zijn, ze moet oppassen, want die auto's rijden echt hard. Kom aan. Pas op. Daar pak ik een ananas. Maar één. Wat heb je gekocht, ma? Wat heb je gekocht? Eén ananas. Wow. Vader gaat naar Sun Ice om zijn knoflookballen te kopen. Hij kan niet anders dan knoflookballen. Wat zeg je, Bren? Brenda zegt hij smelt. Ik moet airco aanmaken. Oh, zo verwend. Wat, Brenda? Ben je happy? Kijk achter een hele. Happy? Ja, papa. Krantenbal. Knoflookbroden. Heb je al gevonden? Ja. Hi guys, vandaag is een beetje broeien. In mijn geval ga ik Jillikie brengen om ergens te leveren. We gaan ook een fruitmandje brengen voor de peetante. Peetmoeder. Peetante. Guys, we zijn bij Koming. Wat is het, Joe? We gaan weer vreemde dingen kopen. Hi guys, so we zijn net van Goming. Jullie en ik hebben een aantal onbekende dingetjes gekocht en dan gaan we het thuis voor jullie proeven. We gaan nu Dave halen. Terwijl we wachten op Dave, wil de boy like that proeven. Zo ziet het eruit in dat ding. Maar ik weet niet wat dat is. Jullie kiezen het eruit naar honden. Boek. Ik guess. Huh? Heb je zo? Ik proef naar lieve, ja. Ah, en jij? Ik niet. Een poel. Ja. Wat is hier? Wat zijn we zaken? Oh, het is roasted duck. Wat gaan we jullie? Wat ga je nu? Maak het hier weg hoor je? We gaan thuis. Nee, ik ga niet. Oh, rijd ik die auto en kijk ik naar Rex en kijk wat hier is. Is het buiten of binnen? Het is binnen. Oh, het is buiten. Kill iets op je. Dave, hold up. Wat de fridge. Really? So guys, we zijn ergens opgeheerd en natuurlijk moesten we stappen bij MJ's Lekkere Worst. Kijk, ik heb laten vallen, jullie pees. Oh, 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 shit. Anyways, dat gaan we ook eens eten. Nee hoor, film het opnieuw. Nee, ik ga niet filmen. Nee, film het opnieuw. Hi guys, we hebben worst gekocht. Ja, die moet je zetten. Nee, ik ga beide gebruiken. We gaan nu naar huis. Ja. We zijn al thuis en dit is alles wat we hebben gekocht. We hebben weer sunflower seed gekocht. We hebben dit gekocht. Ik weet niet wat dit is. Bepaalde dingen moeten in de microwave gaan. Dus ja, die gaat dat even voor ons doen. Dit hebben we al geproefd. Dit ga ik aan mijn vader geven. We hebben ook een ei. Ik denk dit moet in de microwave. Ja, dus ja, we gaan even proeven. Dit is MJ's. Wash van MJ's wash waren. Echt lekker. Lekker lief? Zoals altijd. Die beren is naar beren. Check it out guys. Extra sausy. Sausy. Eet hem maar. Hi guys. Dit is een kleine snack. Het is gewoon cornflakes, met wat is in de melk? Gecondenseerde melk gemixt. En hier is MJ Wars. Moet de boy? Dat is niet. Oké. Zo so guys, we hebben al wat gegeten. We gaan nu over naar Weird Things van Goming. Weird Things voor ons natuurlijk. We gaan het nog niet hebben op de beer. Ja. We gaan dit eerst proberen.
Ik weet niet wat het is. Maar het is juicy-ish. Waar is dat boy? Ik zei het niet. Dit hadden we voor de vorige keer ook geproefd, denk ik, maar alleen de gele. Zo schoon is binnen. Het is very hard. Rode. Is salami. Lekker. Salami. Het proeft naar vlees, maar niet naar vlees. Is chewy. Ik ga het door, ik ga hem maken. Die smaak is wel. Is wel lekker. Is als fashion, maar lijkt nippel fashion. Is zoet. Ja. Hoeveel reed je het? Ik reed het 6. Hoe was vissenvoer? Heb je vissenvoer afgeproefd? Proef daar. Nee, 6. We hebben nu dit. Ik weet niet wat dit is. Het lijkt op fishcakes. Kan je dat microwave? Nee. We hadden wel een boot gekocht. Dat moest wel in een microwave. Dat is in de achterwacht. Heb je schaar of zo? Nee, nou? Ik kan niet. Ik kan het niet. Oh ja, ik heb het. Het gaat lekker die saus, hè? Zelf niet zo, denk ik. Het ziet er zo uit, mis. Wat dan? Oh, no. Wat? Oké. Nee, proef. Het ruikt naar... Het ruikt naar puff. Eeuw, waarom zeg je dat? Ga niet eten, dadelijk. Waarom? Proef naar nier. Toch? Maar. Die smaak is beter dan die geur, dat wel. Ja, smaak is beter dan geur. Oh, wat is het? Het? Dit is. Is zonnebloem dingen. Ik proef alleen die seasoning. Ja, dus je proeft niet echt. Je eet spices. Je proeft alleen die ingrediënten. Like. Oké. Okay. Wat is het tissue? Wat is het tissue van mij? We hebben deze ook. Dit is. Ik weet niet of het hetzelfde is. Hoeveel reed je dit? Vergeten? Oh, sorry. Ik reed dat een 3. 5. We hebben deze. Het is hetzelfde net als die groene, maar pittiger. En zoeter. Ja. 6. Is wel toch zachter dan die daar? Ja, toch die zachter. 6. We hebben nu dit. Ik ken dat iedereen dit kent. Is walnoten. Walnut, no? Ik heb een lami gegeten, dus misschien niet deze smaak. Kun je dat jullie zien? Ja, dit is de lekkerste gaat zien. Mag je noten? Oh, Jurgen is allergisch tegen noten, dus. Is noten. Normaal. Is normaal. Beetje bitter. Maar lekkerder dan wat we zo net hebben gekocht. Ik geef dat de 8. Een 6. We hebben dit. Kleine bolletjes. Kleine krokante bolletjes. Dat is hoeveel hebben we te gaan? Ja, we hebben echt. Ik heb echt. Dit alles, oh ja, dit alles in 150 SAD gekost. We hebben echt gewoon verschillende dingetjes genomen. Want daar had ik een verzoek gehad in een van die comments. Dit, ik denk dat het gewoon een beschuitje is. Is dit niet een surprise egg? Ja, van die kleine van binnen. Heet dat lekker? Het proef naar baby koek dan? Is. En dat is 7. 7, ja. 8. Oké. We hebben echt worst dingen hier. We hebben hier, dit is niet worst natuurlijk, dit is zonnebloem dingen. Dit hadden we de vorige keer ook, maar een andere verpakking. Brenna houdt ervan. Hij eet er zo uit. Hij eet het. Nee, houdt er van Alex. Alex is Brenna's papagaai. Dit is anders. Oeh, lekker hè. Dit is 8. Dit is van smaak. Dit is van smaak. De vorige keer had hij echt van smaak. En 9. Nee? 7.
wat gaan we nu doen? Ik ben bang. Wat hebben dit? Eww, no! Eww! Kippenpoot op azijn. Ja, van die Chinese vers gemaakt, maar boy. Ik wil dat we gaan proberen. Ik wil niet aan in dood gaan, please. Dave, het is echt licht, boy. Ik weet niet of ze het zien, Dave. Is dat bereikt, nou? Ja. Oké. Momentje, arme momentje, ik ga voeten. Ik ga dit afzetten. Ik ga dit afzetten. Ik ga dit afzetten. Hey, papa, dat is echt niet. Oké, dit is definitely in acai. Oké, ik mag die acai eten. Jawel. Kom maar hierna, please. Oké, Dave, jullie kom nou. Met. Oké, Die nagel. Met nagel en al. Ik heb een poot op AC. Het ruikt niet zo slecht. Het ruikt niet slecht. Maar lekker die nagel. Die wat focus niet. Zet dat even bij me. Jullie kom nou. Kunnen jullie het zien? Oké. Het heeft nagel. Het lijkt op mijn nagel. Ik ben niet. Ik ben niet excited voor this one. Nee, je wil die nagel hier. Is makkelijk. Een speaker. Oké, klaar? Wacht. Het ruikt gewoon naar azijn, naar zuur, goed azijn. Doe eens. Heb je het niet gedaan? Het is normaal gewoon. Heb je het gedaan? Ja. Doe. Kijk hier, ik heb het gedaan. Kijk hier. De texture is weird. Die texture is wel weird. En het is echt peper. Zet het druk, papa gaat ervan houden. Zet het druk. Ik denk dat mijn vader ervan gaat houden. Papa gaat het echt niet. Oké. We shall pass. Jurkje, zet dan. Ja. Ik wil ei. Wacht, we hebben hier een wing. Ik weet gewoon wat. We hebben hier een wing. Een spicy wing, denk ik. Oei, dat ding is pieper, man. Oké. Moet het in de microwave? Wat? Nee, ik zie het niet in de microwave. Waarom is het zo glossy? Oké. Dit is die wing. Moet je het opwarmen dat ik heb? Er staat niks. Heb het. Hotel wings toch? Ik hoef naar dogs. Is dat een dogs wing? Is dat een dogs wing? Ik heb een dogs wing. Ja, dogs is. Het lijkt zo nep. Het lijkt echt nep. Het lijkt zo kunst. Drie. Het is niet zo slecht. Oh, de vorige geef ik aan drie. Deze geef ik aan. Voor de gaat 2. Of 4. Oké. 3. Jullie heeft de ei gekocht. I am not excited for. Oh, is dat een salted egg? Is dat een salted egg? Ja. En dan wat is een ei. Hoeveel geef je die wing? 3. Je wing proeft nep. Het proeft echt nep. Kijk hoe glossy was hier. Okay. Ik geef niet eens af. Dit heb ik van ei genomen, maar we weten niet wat voor ei het is. Is het een dokser ei? Is het een kippen ei? Is het een. Kijk, my mouth doesn't agree. Is het. Is het zwart? Het lijkt zwart van binnen. Ik hoop niet dat het zwart is. Dat is een century egg. Ik flip. Het is een ei. Salted egg. Ik weet niet, mag het? Oh god, ik kon dit niet proeven, boy. Het gaat wel diarree, ik vind het zo. Maar we willen dit af te eten. Eeuw! Nada. Het is zo. Oh god. Kijk zo!
Ew, no. Okay, oh my god. Oh, het is gewoon een ei. Ah! Er valt dingetjes eruit. Ew, het is zo hard. Het is zo hard. Ah! Zo hard. Ah! Oké, ik ben niet zo brave. We gaan het niet proeven. Oké, Julie, ga je proeven? Julie, jij proeft. Wat? En is dat kleine eieren? Dat ei heeft ei erin. Eeuw. Kijk. Oh no. Oh, eeuw. 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 Ik ben mijn vader's kind. Oh, oké, doe maar. Zo papa eten. Ja. Een beetje maar, tip je zo. Nee, ik weet dat ik ga braken dus. Ik ga braken, ik kan niet. Die keer, proef die keer, die keer. Is lekker. No. Is lekker. Is salted egg. Proef die keer dan nog, die hele stuk. Dat ga ik niet proeven. Is salted egg, is toxic egg denk ik. Ja, oh nee. Nah. Proef het. Is dat ze een? Is dat ze een? Kom bro! Nee, dat is voor papa. Ja. Dat is voor papa. Even ga even mijn handen wassen. Oké, guys. We hebben nog twee dingetjes om te proeven. Nee, wat? Dit. Drie. En die kip. Nee, dat deden we dat ook. Dat heb ik in de auto geproefd met jullie. Oh nee. En... Eeuw! Hou dat is? Oh, okay. Deze is. Ik weet niet wat het is. Het lijkt op een sperrip. Maar like een magere sperrip. Is met ster, anijs en dingen. Oh, we menen niet disrespectvol te zijn hoor, naar de Chinezen toe. Wij zijn ook Chinees, maar like, die ei was niet zo slecht. Hoeveel geef het? 4. 8. Oh, het is gewoon dingen ei. Het is gewoon salted egg, dakse eieren. Maar die uiterlijk mooi, is niet zo mooi. Is wel een proberen waard hoor. Wings. Ik denk dat we zijn geschrokken omdat het saus had. Dat de soort zwarte saus. Zijn we geschrokken. Ik althans. Maar het is niet slecht. En dan hebben we... Wat is het? U wilt mijn cereal proeven. No, nada. Is een beetje... Ik kan het met het mond doen. Het is eigenlijk een sperrip. Geen sperrip, is gewoon een rib. Eww, what the heck. Het is een rib. Het lijkt op je flerrip. Je texture. Oké. Wat is dit, vaten? Is dat geen mensen rug of rat? Het proeft naar beef jerky. Ik weet niet of jullie dat kennen. En gewoon vlees. Gedroogde vlees. Oh, lekker. Lekker. Een 6. De smaak is niet echt overwhelming. De texture is gewoon droog. Ja, 6. Ja, oké. Okay. Dan gaan we nu naar de last one. We zijn echt excited voor deze. Zo ziet het eruit in de verpakking. Die. We moeten ook wash doen, guys. We hebben al gedaan bij wash. Ah! Ja. Wacht, doe. Ik kan dit. Lol. Je moet even klikken. Ja, zo ziet het eruit. En ja, we moeten het in de microwave doen. Dan ziet het zo eruit. Het is like letterlijk kip. En we gaan het proeven. Samen. Rode kip. Zo zacht.
Okay. Ready? Steady. Go. Get. Get. Apa nak Chinese? Ya. Okay. Twee. De texture is een beetje. Ik kan het niet zo lekker. Dus ja. Dat was het. Ik hoop dat jullie van deze vlog hebben genoten. Nogmaals, sorry. No disrespect. We proeven gewoon dingen die we nog nooit hebben geproefd. En zouden we het nog een keer proberen? Nee, voor mij niet. Ik weet niet, jullie keer. Nope. Nee, voor mij niet. We gaan nu wash van MJ's door eten. Dus Dave, hoeveel geef je dat? Wat? Dat? Ja. Je oud net zijn drie. We hebben het twee gegeven. Dus ja, maar ik denk dat als je al gewend ermee bent, dat je het gewoon gaat opeten. Dus ja, overal niet slecht, maar het is niet gewoon onze smaak. Dus ja, ik hoop dat jullie van de vlog hebben genoten. Thank you for watching. Like, comment, share, subscribe. You know what to do. Tot de volgende keer. Bye! So call it.